Geliefde broeders en zusters in de Heer, welkom op deze lectie divina van dinsdag van de 28e week van de tijd door het jaar. En vandaag blijven we bidden met de brief van heilige Paulus aan de christenen van Rome. Dan laten wij ons leiden door wat Paulus wil tot de Romeinen spreken en tot ons. Broeders en zusters, voor het evangelie schaam ik mij niet. Het is een goddelijke kracht tot heel van ieder die erin gelooft. Al is de Jood, maar ook de Griek. Want daarin openbaart zich Gods gerechtigheid die de mens rechtvaardigt door het geloof. En het geloof alleen, volgens het woord der schrift. Die rechtvaardigd is door het geloof zal leven. Maar de toorn van God openbaart zich en daalt uit de hemel neer over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken. Want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hen bekend. God zelf heeft het hun geopenbaard. Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de reden in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk in zijn Godheid. Daarom zijn ze niet te verontschuldigen. Want ofschoon zij God kenden, hebben zij God niet in hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denken is op niks uitgelopen en hun geest, die het inzicht verwierp, werd verduisterd. Zij beweerden wezen te zijn, maar werden dwazen. De majesteit van de onvergankelijke God hebben zij verruild door de afbeelding van de gestalten van een sterfelijk mens en van de vogels en van de weerwuchtige en krepende dieren. Daarom heeft God hen prijs gegeven aan hun onreine begeerten, zodat zij hun eigen lichaam onteren. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild door de leugen en in plaats van de schepping geëerd en aanbidden. Hij is gezegend in eeuwigheid. Amen. Ja, God is deze schepper die de aanbidding en de eer van de Romeinen niet ontvangen. Want zij denken dat zij wij zijn, maar zij zijn dwazen. Want zij ruilen de schepper voor de schepping. Zij ruilen wat onvergankelijk is voor wat sterfelijk is. En zij maken beelden van mensen en van vogels, van weerwuchtige en krepende dieren, maar we kunnen niet God vatten in beeld. En zij denken dat zij wij zijn, maar zij zijn dwazen. En Paulus wil de gemeenschap van Rome leiden naar de waarheid en naar de rechtvaardigheid. Wie gelooft, zal deze rechtvaardiging beleven en zal leven, het eeuwig leven, zullen wij verkrijgen. Het geloof zal ons op de juiste pad zetten, van de juiste aanbieding, van de juiste geloof en van de juiste daden van geloof, want wij zullen door het geloof erkennen dat God de Vader is, de Vader van Jezus Christus, de Vader van ons, heeft ons gered door de Zoon Jezus Christus en heeft alles geschapen en
alles heel goed gemaakt voor ons. Maar als wij niet naar boven kijken, maar naar de aarde, naar de mensen, naar wat aardse is, wereldse is, zullen wij dwazen zijn. Want God is boven alles. God is macht. God is God. En wij kunnen niet hem vatten op een beeld van een dier of op een beeld van een mens. En dan kan je zeggen, en de heiligen. Waarom hebben wij beelden van heiligen? De heiligen zijn niet een afbeelding van God. De heiligen zijn een voorbeeld voor ons van heiligheid. Door hun voorbeelden kunnen wij ook een weg vinden om de Heer te dienen, om de Heer te beminnen boven alles, zoals ze hebben gedaan in hun leven. Maar ze zijn niet een afbeelding van God. En vandaar willen wij met Paulus de goddelijke majesteit van God aanbieden door hemzelf en niet door beelden of door wat geschapen is. Maar we kijken naar de schepping, maar we denken naar de schepper. Dan maakt een groot verschil. Dan kijken we naar de hemel, maar we aanbieden niet de hemel, maar de schepper die heeft de hemel gemaakt voor ons. Salmo 19. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht. Geen woord wordt gesproken. Geen stem weer klinkt. Geen enkel geluid is te horen. Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. Uit het Heilige Evangelie volgens Lucas. In die tijd nodigde een farizeeër Jezus uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Jezus trad dus binnen en ging aan liggen. Toen de farizeeër dat zag, stond hij verwonderd over dat Jezus niet iets voor de maaltijd de afwassingen verricht had. Maar de Heer sprak tot hem, en hij dan, farizeeën, hij maakt wel de buitenkant van de beker een schotel schoon, maar van binnen zit hij vol van roof en slechtheid. Dwazen, heeft hij die de buitenkant maakte, ook niet de binnenkant gemaakt, heeft liever wat erin is als almoes, dan is voor u alles rein. Woord van de Heer. Wij danken God. Wij zijn geroepen om niet hypocriet te zijn, maar in de waarheid te blijven en te leven. Wat wij in de buitenkant tonen voor de mensen, moeten wij beleven ook in de binnenkant. En dat is een oproep voor ons tot de waarheid. Wat denken wij? Wat beleven wij in onze ziel? Innerlijk, wat zijn onze gevoelens, onze gedachten, onze beslissingen? Of tonen wij in de buitenkant dat wij God aanbieden, dat wij God eren, loven, prijzen, geloven, dat wij heiligen willen worden, dat wij goed zijn voor elkaar, dat wij behulp zijn. Wat wij in de buitenkant tonen, moeten wij ook van binnen, van de binnenkant beleven. En als wij eerst in de binnenkant beleven, natuurlijk, dat zou wij uiten, zelfs als wij niet willen. Wij zullen dat uiten, wat wij voelen, wat wij denken en wat wij beslissen om te beleven. Daarom vragen wij de Heer deze coherentie, dat de innerlijke kant van onze ziel overeenkomt met wat wij in de uiterlijke kant beleven. In de buitenkant van de vaas, van de glas, moeten wij ook binnen beleven. Vragen wij de Heer deze genade om in de
De ware God, te aanbieden, te erkennen en ook in de binnenkant te beleven wat Hij heeft ons geleerd. De zuiverheid, de waarheid en in het licht te mogen blijven. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.